Sorry. Maar voor de oorlog... ik werkte voor de krant. Ik schreef ook cursiefjes af en toe. Ik heb goed verzorgd, zeg. Dus ik ben niet zomaar gaan schrijven na de oorlog omdat ik het beleefd had. He, zoals ook veel mensen zeggen... God, ik heb nooit beleefd, daar ga ik een boek over schrijven. Zo zit het niet, dat is geen schrijven. Je hoeft helemaal niks beleefd te hebben... om te kunnen schrijven. Het is het gewoon een meevallig als je wel iets beleefd hebt. Maar je kan net zo goed... schrijven vanuit je fantasie. En die had ik voor de oorlog. Ik was vroeger een vrolijk, zorgeloos meisje. Tiener. Ik ben nooit meer geweest, geloof ik. Nou ja, ik ben ook geen tiener meer, maar ik bedoel, na de oorlog was ik ook niet meer. Zo. Dus je kan wel degelijk veranderen. Misschien ben ik wel iemand anders geworden. Is er iemand in mij gekomen na de oorlog die ik niet was? Voor de oorlog.